Wat doet het waterschap? Nou, meer dan u waarschijnlijk denkt. Omroep Dommelland Nieuwsflits. Hans, we staan hier bij de Essenstroom in Essen. Hoe belangrijk is nou het waterschap voor deze omgeving? Nou, het waterschap voert natuurlijk verschillende taken uit, onder andere rioolwater zuiveren. Maar is ook, zoals hier bij de Essenstroom, bezig met aanpassen en van de watergang van de Essenstroom. Ook bezig met waterkwaliteit. Aanpassen van de Essenstroom, dat houdt in? Wat ze in de 60 jaar een beetje verkeerd hebben gedaan, weer terug brengen in de oude staat. Dat was in een andere tijd. Toen hebben ze het recht getrokken. En inderdaad, nu proberen we door met een plan het weer helemaal anders in te richten. Zodat het klimaatrobuust is, dat het landschap tegen een stootje kan en de overlast en schade voorkomen wordt. Ja, want wij gaan wel eens met een boswachter op pad en die is helemaal niet te spreken over die rechte stroom. Nee, die heeft zijn nadelen inderdaad. Maar ook, hij is natuurlijk aangelegd in een tijd dat het voor de agrarische sector meer productie nodig was. Maar tegenwoordig kijken we daar toch iets anders tegenaan. En nu kijken we ook naar andere waarden. En dat is onder andere een stukje ecologische natuurwaarden. Maar ook het beperken van overlast en schade die toch ook in zo'n systeem... Schade in welke zin? Nou, overstroming bijvoorbeeld. Wat je nu vooral in het dorp wil je bijvoorbeeld overstroming tegengaan. Hè? Vandaar dat we hier ook de dijk bijvoorbeeld opgehoogd hebben. Maar in het landelijk gebied proberen we juist het plan zo te maken dat je het water de ruimte geeft om overlast en schade te voorkomen. Ja, precies. Ja. Zoals even richting die dijkverzwaring, even een stukje lopen. Ja, prima. Hoe lang ligt deze dijkverzwaring nu hier? Deze hebben we in 2021 verzwaard. Ja. En hoe zag het er daarvoor uit? Dat was een stuk lager. En uit de situatie in 1995, toen alles in de regio Den Bosch overstroomd was, toen stonden delen hier allemaal onder water. Oké. Okay. Vanuit die overstromingen is er toen beleid gemaakt om dit te verbeteren en te zorgen dat dat niet meer gebeurt. In het gebied dat nu ontruimd moet worden, zijn 7000 ondernemingen gevestigd. En daar zijn veel distributiecentra en transportondernemingen bij. Oké, dus dat is ook niet meer gebeurd? Nee, het is niet meer overstroomd, nee. En het zou met deze dijkverzwaring ook voorlopig niet moeten gebeuren. Oké, kun je dan nog iets meer vertellen tegen de mensen, die zeggen waterschappen, ik snap er allemaal niet veel van, ik krijg elke dag langs het gebouw. Wat gebeurt er nou? Wat doen jullie nou nog meer? Nou, ik zei al, we doen natuurlijk rioolwater zuiveren. Dus gewoon wat je door de wc wegspoelt, gaat naar de rioolwaterzuivering en wordt daar schoongemaakt. Maar we zorgen ook voor droge voeten. Daar is die dijkverzwaring een voorbeeld van. Dat dorp S in dit geval, maar het is op meer plekken dat we daar gewoon het allemaal droog houden. Maar we zijn ook bezig met de herinrichting van het beeksysteem om het te laten voldoen aan de kaderrichtlijn water. Dat zijn de waterkwaliteit die daarbij hoort, om die te verbeteren. Dus diverse aspecten. En omdat het ook water raakt iedereen. Dus ja. Dat houdt niet op bij... Dat zit in het hele gebied. Ik probeer een beeld te krijgen van wat er nou precies gebeurt. Ik zie daar van die grote bassins. En daar komt, als ik het goed begrijp, het rioolwater en zo komt daar binnen. Ja. En dan? Nou, het begint eigenlijk met water uit de kraan. Hè. Dat wordt verzorgd door het drinkwaterbedrijf, dus niet door het waterschap. Maar vervolgens spoel jij het inderdaad door de wc door. Komt het in die rioolwaterzuivering, wordt het schoongemaakt. En in schoongemaakte vorm op de Dommel of op de Essenstroom geloosd. Sommige mensen denken misschien dat het waterschap ook te maken heeft met het drinkwater. Dus wat er uit de kraan komt. Maar dat staat daar los van dan? Dat staat er los van, ja. Dat zijn bedrijven zoals Brabant Water. Die zorgen voor gewoon schoon drinkwater. Dat wordt vaak uit de grond opgepompt of komt uit de duinen of zo. Maar het waterschap zorgt in feite voor het afvoeren van het rioolwater en het zuiveren ervan. En ook voor het beheer van vervolgens die watergangen. Ik bedoel, de Essenstroom moet ook gemaaid worden. Die kering hier op de achtergrond, die moet netjes bijgehouden worden. Okay. Dat het goed kan functioneren. Dat doet het waterschap ook? Dat doet het waterschap ook, ja. De droogte, hebben jullie ook veel last van? Ja, droogte is een heel actueel onderwerp natuurlijk. En er zijn ook veel mensen op kantoor mee bezig om na te denken van hoe kunnen we nou de droogte tegengaan. Want de droogte is natuurlijk, zit aan het grondwater vaak gebonden. Hè? De problematiek van te weinig grondwater of te lage waterstanden. En dat houdt zich helemaal niet aan grenzen. Dat grondwater, hè, dat zit er overal. Hoe je dat dan omhoog krijgt. Hoe?
de balans tussen... Hoe? Ja, sorry. Oh, hoe je dat omhoog krijgt. Ja, dat is soms heel simpel door gewoon bij wijze van spreken slootjes dicht te gooien. Dan voer je het water ook niet af. Dus dan blijft het water langer in het gebied. Dat is eigenlijk de hoofdmaatregel die we voor ogen hebben. Maar ook bijvoorbeeld de waterstand in de hoofdwatergangen, zoals hier de S-stroom, die kan je ook hoger zetten. Hè. De stuw daar in de verte, die staat nu waarschijnlijk ook hoger ingesteld om het water gewoon langer vast te houden. Onze boswachter, ik mag zeggen, onze boswachter, die luidt al jaren de noodklok over de droogte. Ja. Ja, wij hebben van verschillende kanten komt natuurlijk het geluid dat er iets aan die droogte gedaan moet worden, of de verdroging. En het waterschap is daar actief mee bezig om die waterstand omhoog te brengen. Maar dat is een complexe maatregelen vaak voor nodig. Het werk van het waterschap is natuurlijk niet alleen het maaien, wat ik toen straks al aangaf, maar ook bij hoog water. Dan wordt het altijd wel een beetje spannend. Dan wordt er veel door de mensen die buiten werken, om het allemaal te controleren of het goed is, hè? Of de dijk het houdt. Of gewoon praktisch dat dit soort afsluiters dicht moeten om bijvoorbeeld te voorkomen dat Essenstroom naar binnen stroomt achter de dijk. Dus dit sluit de Essenstroom af? Nee, dit sluit eigenlijk de watergang die onder de dijk doorgaat. Dus als je deze dicht doet dan? Dan kan Essenstroomwater niet de andere kant op. Want hier moet je je voorstellen dat het hier 1 of 1,5 meter hoger is. Dan wil dat water juist de andere kant op stromen. En dan voorkom je mee dat het hier overstroomt. Maar dat moet gecontroleerd worden door het jaar heen. Het moet bediend worden als het nodig is. Onderhouden worden. En dat geldt ook voor zo'n stuw zoals daar in de... Die sluis? Ja, je noemt dat een sluis, maar het is een stuw. Hè? Wat is het verschil tussen een stuw en een sluis? Nou, zoals wij dat noemen, met een stuw regel je het waterpeil. En met een sluis dan kan je een schip, wij spreken, van hoog naar laag laten zakken. Oké, heb je wat geleerd? Ja. Maar met die stuw zorgen we dat door het jaar heen de verdroging, wij spreken, ook tegengaan wordt door water op een hoger peil vast te houden. Maar bij hoogwater zetten we hem juist open. Nou, we staan hier dus bij de stuw. Ja. Geen sluis. En wat doet hij precies? Daar zorgen we mee dat het waterpeil in de stroom in feite op de goede hoogte blijft. En in de winter of in de zomer kunnen we dat in feite aanpassen. Maar het huidige beleid is vooral om veel water vast te houden. Dus de stuw is dan allemaal hoog ingesteld. Daar straks zei je, als het hoog water wordt, dan gaat bij ons de adrenaline omhoog. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. Ik bedoel, dan wordt het toch spannender. En dan gaan zeker de mensen die buiten in het veld werken, die controles doen. Kijken of het allemaal goed gaat. Of de dijk het houdt, zeg maar. Want dat zijn toch wel de plekken die je wil controleren. Wat zou er allemaal mis kunnen gaan? Als het doorbreekt dat er hier het hele achterland onder water loopt. En dat willen we voorkomen. Dan krijgen we tafereelen zoals in Limburg. Ja, en van een paar jaar geleden, ja, dat soort tafereelen willen we echt wel voorkomen. En dat is ook de reden dat we daar het noodzakelijke onderhoud en de verbeteringen bezig zijn. Het waterschap in Limburg is als een gek bezig natuurlijk om dat nooit meer voor te laten komen. Ja, die hebben allerlei maatregelen getroffen. Maar goed, hier hebben we in 1995 ook dat soort overstromingen gehad. Misschien niet helemaal vergelijkbaar, maar er stond wel veel onder water. En daar is eigenlijk die dijkverzwaring hier op de achtergrond ook uit voortgekomen. Dat er in de regio Den Bosch al die dijkjes verbeterd moesten worden. Ja, dus dat mensen met droge voeten op de bank zitten, is te danken aan het waterschap. Ja, dat klopt. Ja, dat is mooi om af te sluiten. Hartstikke goed. Hartstikke bedankt voor het interview en succes met de werkzaamheden. Graag gedaan.